Strijders, welkom. Aflevering 3 alweer van Woedtroe. En dat team begint echt ergens op te lijken. Bij de eerste playoffs 7 wins. En bij de eerste weekend league 12 wins. Moet beter, natuurlijk. Maar stap voor stap wordt dit wat. En als we nu geen 10 wins halen, echt waar, jongen. Steek echt mijn vuist in mijn anus. Ja, dat niet, denk ik. Dat ga ik niet doen. Maar ik denk echt dat we met deze ploeg hoge ogen kunnen gooien bij de huidige Weekend League playoffs. Nieuwe regels. Dankzij jullie in de comments. Thanks. 2 goals van Weghorst is een upgrade. Ik moet minimaal rang 4 halen, dus minimaal weer 7 wins. Dan komt er een special card upgrade van maximaal 100k. En een hat-trick van Woedtroe. Daar hadden jullie het over in de comments. Een hat-trick van Woedtroe moet ook wat extra's opleveren. En bij een hat-trick van Woedtroe komt er een inform upgrade. Dan mag ik bijvoorbeeld deze Ziyech naar zijn 86 inform upgraden. Dat betekent wel dat ik een sprong maak van 2. Dus dan zou ik wel weer even 1 spelertje moeten downgraden met 1. Maar daar komen we wel uit. Een hat-trickie is ook niet zo makkelijk gemaakt. Tijd om te beginnen. En dit is dan onze eerste tegenstander van de playoffs met Braithwaite. Gaat hij Barça hier redden? Barça is niet meer te redden. We gaan beginnen. En Pope moet even opwarmen, maar hij heeft hem. En dus kunnen we zelf op jacht naar de openingstreffer met Alan, die hier over de knie gaat. Meteen de eerste strafschop versiert en Woedtroe meteen zijn eerste doelpuntje laat maken. Dan is hier Chimi Abila. Ik zag trouwens een reactie onder een van de vorige afleveringen van wat doet hij de hele tijd met zijn keeper? Maar je moet je voorstellen dat mijn verdediging zo sloom is, dat ik best wel vaak het gevaar nog probeer af te wenden door mijn keeper al best wel vroeg uit te laten komen. Dit is een lekkere actie van Ziyech, 50 skill, groen getimed, maar vreemd genoeg gaat die bal meters naast. En hier is inderdaad Braithwaite. En dan staan we met 3-1 achter in deze pot. En moeten we aan de bak. Maar hier is Weghorst. Met zijn linker hartstikke lekker binnengeschoten. 3-2 terug in de wedstrijd. En Ziyech bewijst zijn waarde. 3-3. Ziyech weer. Hakim Ziyech. Foden. Zaha. Oh, wat een lekkere shot cancel was dat. 4-3 de voorsprong. En Woedtroe wil zijn eerste hat-trick maken. Want dat levert wat op. En dat lukt. Hij krijgt de wedstrijdbal. En dus meteen een inform upgrade, want dat was de nieuwe regel. En ja, Ziyech blonk uit in deze wedstrijd. We gaan 1-0, Ziyech blonk uit. En dan gaan we hem gewoon vervangen. We mogen er een rating op gooien en dus inform. Dus we gaan van een 84 normale Ziyech naar 85 inform Saka. Dit is een lijpe ploeg met mid Pelé volgens mij en moments Rivaldo. Maar wij hebben veel Foden. En Foden pompt ons hier naar de voorsprong. Maar deze tegenstander had toch een behoorlijk team. En Rivaldo is normaal gesproken nou niet iemand die veel mensen in hun team willen hebben. Maar hij gaat ons wel pijn doen. En dit is een hele goede verdedigende actie van Emerson. Wat hier allemaal gebeurt in deze paar seconden is echt onnavolgbaar. We gaan 1-0 door Foden. Dat doelpunt bracht ons op 1-0. En Weghorst chipt ons hier naar 2-0. Maar Rivaldo, ik zei het al, die gaat ons pijn doen. En scoort hier de aansluitingstreffer. 2-1 is dan de voorsprong. Tarkowski. Ik laat niet veel verdedigende beelden zien, maar wat een monster is dat toch. Die wint duels van de allerbeste spitsen. En zorgt er met die tackle ook voor dat wij ondertussen op jacht kunnen naar een derde doelpunt. En Weghorst, die kan chippen, maar kan ook naar zijn linker. En kijk eens, dat linkerbeen, jongen. Echt 4,5 ster, hoor. Niet te geloven. Dan halverwege de tweede helft, Pelé in tweede instantie. Helaas, Pope geklopt. En vlak daarna, Pelé die hier toch een keer Tarkowski iets te snel en behendig af is. En hij maakt 3-3. En dan zijn we dus de penari, zijn we de pineut. Kijk eens even hoe Pelé hier langs Joe Gomez schiet. Een klein zaagje. Geen rood. Dat is dan weer mooi meegenomen. Maar het zit ons wel tegen. Kijk, Rivaldo schiet de tegenstander na 4-3. En dus de nederlaag. Maar het goede nieuws. 2 goals van Weghorst. En dus mogen we weer 1 ratingje omhoog. En dan gaan we van 85 in vorm Saka naar 86 in vorm Hakim Ziyech. Tijd voor pot 3 met een matig ploegje League 1 elftal, maar weinig spectaculaire kaarten. En die moet je dus gewoon pakken. En dat doen we dan ook. Weghorst, Nolukie volgens mij nog. Hij scoort 1 doelpunt. Het is een rage quit en we gaan 2-1. Dat is het allerbelangrijkste. Pot 4 dan. Nadat we geen upgrade hebben hoeven doen en mogen doen. Pot 4. Weghorst stuurt op links Zaha weg. Lekkere actie. Hop. Oh, dit is lekker. Helaas levert dit uiteindelijk niks op. Maar de actie is fraai. Zeer fraai. En dus laten we het even zien. Ziyech in vorm scoort zijn eerste goal. Heel lekker. 1-0 is de voorsprong. En dan krijgt hij hem hier bijna bij Weghorst. Die komt een teenlengte tekort. Dit is ook een manier van spelen. Gewoon een lange bal pompen op Weghorst. Hij kopt hem door. Wint eigenlijk elk duel daar. En zo kom je aan het voetballen. Met een klein gelukje krijgt hij hem mee. En chipt hij ons vervolgens weer naar een 2-0 voorsprong. Echt, die Weghorst. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, maar wat een fenomeen is dat. Het is gewoon Zlatan, maar dan met 4 sterren skill. Het is echt onnavolgbaar. Foden is ook wel een leuk spelertje trouwens.
voor zo'n 84 rated aanvallende middenvelder, is dat echt een van je beste opties. Rage quit je daar, 4-0. Misten we misschien nog een doelpunt van Cornet tussendoor, dat weet ik even niet zeker. Hoe dan ook, mogen we weer een upgrade doen, want Woodrow was weer 2 doelpunten verder in totaal. Tielemans vervangt Alan in de ploeg. En we gaan naar pot 5 met een 3-1 record. Dit is heel lekker, dit wil je zien van die Burnley-spelers. Tarkowski en Pope, die daar een doelpunt voor komen. Dat is hun werklust. En Weghorst, die blijft maar chippen en die blijft maar scoren en die blijft maar imponeren. Hier is hij weer. Moeilijke hoek. Kijken. Overzicht. Ook dat heeft hij. En dan staat daar de keeper in de weg. Geen doelpunt van Ziyech. 1-0 is het nog steeds. Deze beweging is zo goed met Weghorst. Die acceleratie na dat soort skill moves is zo ongekend hoog. Dan schiet hij er gewoon voorbij. En iedereen onderschat hem ook. Staan we dus weer met 2-0 voor. En Weghorst weer 1-2 wereldgoaltjes verder. Maar het houdt niet op. Echt waar. Deze pot is niet normaal. Dit was een bizarre goal. En deze paas is briljant. En dan maakt hij hem ook met links gewoon weer af als een ongekende wereldspits. 4-0. Rage quit. 4 goals Weghorst. Gewoon een hat-trick upgrade. En dus mogen we een informpje toevoegen. Dat wordt Zaha. Is er eigenlijk 1 te veel. Want we gaan van 82 naar 84. En dus downgraden we Tielemans weer even naar Alan. Dat gaan we straks wel weer terugdraaien. Maar we houden ons wel aan de regels. Dan hier tegen RD Neuf Grinta. Met Team of the Year en Mbappé. Dan weet je dat je het lastig gaat krijgen. Maar hij weet dat we Weghorst hebben. En dan onderschat hij ons alsnog. Want Weghorst in de 7e minuut gewoon weer 1-0. Dan speelt hij hem in onze poten. Jammer joh. Hoort er ook bij. Hij bezwijkt onder de druk. Weghorst niet. Die bezwijkt nooit onder de druk. Maar dat kunnen we ook zeggen van Moutra Genio. Dat is toch ook een vervelend spitsje om tegen te spelen. En die brengt ons in de problemen. Met 2 hele snelle goals achter elkaar. Van 2-0 naar 2-2. Veel Foden dan. Goede actie, goed fake shotje, balrolletje. Even terughalen, even kijken. Toch naar links. Ja hoor, krokettentent geopend. En dan is het 3-2. Kan Weghorst er nog eentje maken? Dat is de vraag. Ziyech met de actie. Lekkere akka. Kijken, waar is hij? Daar is hij. En dan is het 4-2. Wat een goal ook weer. Goede volley. Ook dat kan hij. Al is dit weer Boetra Genjo. Met ook zijn hat-trick in deze wedstrijd. 4-3. Spanning en sensatie. Kan Tarkowski Boetra Genjo dan stoppen? Op zich wel, maar Moreno wordt gevonden en dan is het 4-4. Bloedirritant. Weghorst moet opstaan om ons toch weer een zegen te bezorgen. En dat doet hij. 5-4. En dan liggen er alweer 4 goals van Weghorst in deze pot. Pope moet dan redding brengen, maar weer Boutra Genio. Ook zijn 4e goal. 5-5. Wat een pot. Pingel dan. Weghorst, jawel. 6-5. 6-5. En even kijken. 5 goals alweer van Weghorst. En dit kan nummer 6 worden. En het is nummer 6. 2 hat-tricks in 1 wedstrijd. Tegenstander weg. We gaan 5-1. En dus een dubbele in-form upgrade in onze ploeg. We voegen Gundogan en Maddison toe op het middenveld. 2 leuke spelers. Maddison ook 4 sterren skill. En dan zijn we weer iets te ver, geloof ik, qua rating. Dus moeten we even de rechtsback downgraden van Emerson naar Johnny Cash. Hij heeft geen Johnny, maar dat doen we nog maar eventjes. En gaan we inmiddels alweer 1-0 door Ziyech in deze 7e pot. Dan Maddison met een lekkere run. Goede paas was het. Keeper komt uit en Maddison scoort. Meteen bij zijn debuut. En dit is een lekkere aanval. En weer Maddison in scoringspositie. En die maakt gewoon zijn tweede. Wat een lekkere transfer is dat. In voor Maddison. Hop, goede versnelling. Kijken, Weghorst. Ah, toch maar zelf. Hat-trick Maddison. Echt binnen een kwartier. Niet te geloven. 4-0 voorsprong. Tegenstander gaat maar niet weg. Weghorst kan weer een wereldgoaltje prikken. En hij doet dan toch nog iets terug hier via Ronaldinho. Dat is best een lekkere goal eigenlijk. 5-1. Wordt het 5-2? Ook nog. Ja, zo'n dag is het. Maddison. Oi, oi, oi. Wat een actie ook weer. Echt een leuke speler. Die gast van Leicester City. 6-2 was het. Via Weghorst. Gundogan scoort ook bij zijn debuut. Dan is het dus 7-2. Ja, de editor heeft hier echt een dagtaak aan gehad om al deze doelpunten voor jullie los te knippen. Maar ja, het zijn gemiddeld ongeveer 12 doelpunten per wedstrijd zo op deze manier. Vorige pot 7-5, nu 8-3. Dat zijn er dan 11. Zaha scoorde nog en dan doen we daar weer Emerson in plaats van Cash. En die 100k upgrade. Want we hebben nu officieel rang 4, is dat? Ja, rang 4 toch weer gehaald. En dat is dus Fred Verdet, die daar die andere rulebreaker knakker gaat vervangen. Komen we nu wel heel snel 2-0 achter. Garincha is daar de grote man. Maar we geven natuurlijk niet op. Ziyech. Moeten we kijken. Zoeken. Weghorst. Tuurlijk. 2-1. Lekker geplaatst. Met de wreef weliswaar. Maar toch lekker. En Maddison. Deze tegenstander doet alleen maar buitenspelvalletjes. Is dan heel sterk die Maddison. Varaan. Ja. Kleine choke van onze tegenstander. En die mist Weghorst natuurlijk niet. Heeft hij er weer 2 in liggen. Kunnen we dan nog winnen van deze prima tegenstander. Met die goede ploeg. Het lijkt er wel op. Zaha ontsnapt. Voor de 3-2, Weghorst, waar ben je? Nou ja, dan maar zelf. Zaha, 3-2 dus.
Dan, hier, de uitgelezen mogelijkheid voor Weghorst. Maar ja, dit soort kansen mist hij niet vaak. Ziyech gaf hem ook niet zo lekker met zijn rechter. Twee sterren weakfoot natuurlijk. Hier Ziyech die Maddison dan in scoringspositie brengt. En die mist dan niet. 4-2 de voorsprong. 4-3 wordt het via Vinicius. Geven we het dan weer weg? Ja dus, want Antonio, kijk even naar deze kaart. What the fuck? Joe Gomez komt echt zwaar tekort hier. Antonio legt terug en Ronaldinho prikt binnen. Dan is het 4-4. En deze hadden we echt niet hoeven verliezen. Maar het gaat wel fout in deze pot. En dat is, ja, dat is vervelend. Dat is vervelend. Dat knaagt. En dat is gewoon niet lekker. We mogen wel één kaartje upgraden. En dat wordt Bernardo Silva. En dat is een lekker spelertje, kan ik jullie vertellen. Elke kaart van hem is gewoon fijn. Het is een lekker dribbelaartje. Gewoon Messi met iets minder snelheid, denk ik. En iets minder, schotnauwkeurigheid en zo. Het is natuurlijk niet echt een killer. Maar aan de bal, heerlijk. We komen alleen wel tegen goede tegenstanders in deze fase. Dat is het vervelende. Lars Star Wars komen we tegen. En ik moet erbij vertellen, ik heb gewoon een rare week gehad met even andere dingen aan mijn hoofd en zo. Dit is allemaal op de zondagmiddag pas. En ik wist hier dat ik ook nog een hele weekendleague voor de boeg had. En die Lars, ja, die maakte me bijna depressief. 4-0 achter, rage quit. En die tiende pot heb ik ook gewoon niet meer gespeeld. Ik dacht, weet je, dikke toeter, we kunnen geen rang meer omhoog. Dit is de ploeg. Thanks, tot morgen.